Iedereen heeft talent. Elk meisje of jongen heeft de potentie om het verschil te maken. Daarom leiden wij met 3x3 Unites jongeren op tot 3x3 Leaders. We laten deze jongeren binnen de opleiding ervaren hoe ze vanuit hun passie een positieve impact in hun wijk en daarbuiten kunnen maken. Met 3x3 als middel bieden we ze perspectief en handvatten om eigenaar te worden over hun ontwikkeling en zo dromen waar te maken. Dit is het verhaal van Charlotte. Ik kom uit Beusichem. Dat is een dorpje niet zo ver van Utrecht. Ik ben hier opgegroeid samen met mijn ouders en mijn broer. En ik ben zelf de jongste thuis. Ik speel Eredivisie basketbal voor Kangaroos in Utrecht. Presteren en succes behalen is heel belangrijk bij ons thuis. Ook willen we altijd overal het maximale uithalen. We kijken ook al tegen elkaar op, maar we vertellen elkaar altijd eerlijk de waarheid. No bullshit, echt belangrijk thuis. Ik ben op mijn 9e begonnen met basketbal. En toen ik 12 was, zou ik ook naar een school gaan waarbij ik topsport, basketbal en school kon combineren in Utrecht. Alleen helaas werd mij toen verteld dat ik te klein was voor basketbal en dat ik niet naar die school mocht. En toen kon ik wel doei zeggen tegen die droom. Nou, dat moment voelde wel echt als falen naar mezelf, maar ook wel erg naar mijn ouders. Die toch heel veel voor me hadden opgegeven en me ook elke keer weer heen en weer reden naar trainingen. Maar ik kon wel eerlijk met mezelf zijn. Ik had het maximale eruit gehaald. Ik had alles eraan gedaan. Dus niet meer terugkijken, maar focussen op kansen. Toen ging ik terug naar mijn oude club en speelde ik met en tegen jongens die vaak 2 jaar ouder waren. Dus ik had wel echt een team vol met grote broers. Maar tegenstanders die namen me niet altijd serieus omdat ik een meisje was. Of die deden wat minder hun best omdat ze gewoon maar niet afhouden gaan tegen een meisje. Maar uiteindelijk heeft het me gemaakt tot de speelster en persoon die ik nu ben. En kijk wat me gebracht heeft. Sinds 2020 ben ik leader bij 3x3 Unites. Ze trokken in eerste instantie mijn aandacht door hun samenwerking met Nike Made to Play en dat ze meer wouden focussen op meiden die basketballen. In het begin was ik wel een beetje zenuwachtig voor de opleiding, maar Bas Roosendaal als docent van de opleiding en de meiden zelf ervan gaf me wel een heel vertrouwd gevoel dat ik helemaal mezelf kon zijn. Binnen de opleiding wist Charlotte eigenlijk gelijk de kern te raken en te pakken van wat we aan het doen zijn met de stichting. Ik denk ook omdat zij zelf door een dergelijk proces heen geleefd is, net zoals dat wij dat hebben gedaan, dat ze dat heel makkelijk kan vertalen naar andere situaties en naar deelnemers. Ik zie mezelf wel echt als ondernemend. Als leader heb ik ook ingezien hoe leuk het is om jongeren enthousiast te maken voor 3x3. En dan niet alleen de basketballers, maar ook juist de jongeren die de sport nog helemaal niet kennen. Ik pak een belangrijke rol in Utrecht en ik zie welke kansen dit project biedt. Utrecht is een hele sociale stad, dus het is makkelijk om mensen bij elkaar te brengen. Ook zijn we enorm gegroeid al vanaf het begin en betrekken we steeds meer jongeren bij het project. En bij ons is iedereen welkom. Ja, Charlotte, hele toffe dame, brengt echt een positieve vibe. En dat zie je ook terug bij de kinderen en op de courts. Want als zij aanwezig is, is het gelijk lachen, is gewoon fun. Ik ken Charlotte nog niet zo lang. Maar mij is ook opgevallen dat ze goede energie heeft. En dat ze echt een goede basketballer is. Ik zou heel graag het verschil willen maken binnen basketbal en meer inclusiviteit brengen in de sport. Binnen het 3x3 Unites project in Utrecht leren mannen en vrouwen het ook al meer om samen te spelen. Dat hoort ook echt bij 3x3. Het stigma rondom vrouwenbasketbal, dat het saai is en slecht, dat raakt me echt enorm. Ik wil iedereen laten zien dat het wel de moeite waard is. Binnen de community die we met 3x3 Unites bouwen, is gelukkig iedereen gelijk.